Het Mungo Festival of Theater and Dance moet een brug slaan naar cultuurtoerisme in Suriname. Dat is de wens van de stichting Kibi, die het festival voor de 5e keer organiseert. Het cultuurevenement start op 22 september. Gedurende 3 dagen kunnen bezoekers genieten van verschillende activiteiten die de kunst en cultuur van Morowijnen weerspiegelen. In het actualiteitenprogramma In Gesprek Met vertelt Watson Akobe van Stichting Kibi dat in de afgelopen 5 jaren het festival gegroeid is tot een internationaal podium voor jonge artiesten van Suriname, Nederland en Frans-Guyana. Het doel van de stichting is om Morowijnen te maken tot het kunstdistrict van ons land. Tijdens de welbekende Polo Botto Show hebben we meer verschillende culturele groepen in plaats van wat we gewend zijn met de dorpen van de gemeenschap. Mm-hmm. We hebben zo dan een Baitak Ghana groep van de heer Tulsi, Trishul Baitak Ghana. Mm-hmm. We hebben ook een Penchak Silat groep. Ik heb begrepen dat Penchak Silat een self-martial arts type is. Yeah. Die gaan dat demonstreren. We hebben een groep Sisa uit Brokopondo, Tangiba, Fiamba, noem maar op. Er zijn ook welbekende Surinaamse artiesten die gaan optreden. Denk maar aan een Baderman, een Norma Santé, een Jackson Bly, een The Survivors. En het zijn allemaal artiesten die gezegd hebben van, ik begrijp wat jullie proberen te doen. Ik snap dat jullie geen geld hebben, maar ik wil erbij zijn. Ik wil ondersteunen. Ja. Akobe zegt verder dat het Mungo Festival ook een positief effect heeft op andere sectoren. Zo kunnen lokale bewoners verdienen door verschillende diensten te leveren. Als voorbeeld noemt hij het hotelwezen in Mungo. Het festival is nu zo'n groot kenmerk geworden dat mensen spontaan gaan investeren in dingen. Ik noemde net de guesthouses. Mm-hmm. Zeker al sinds een week geleden zijn de meeste van ze al gereserveerd. Zo, oké. Okay. Snapt u? Dus mensen, het komt vanzelf van, hé, er gebeurt iets in Mungo. Mm-hmm. Ik moet naar daar gaan. Of hé, mensen gaan komen. Ik moet investeren. Precies. Dus de gemeenschap die op den duur ook een mindshift mm-hmm. van, hé, we werken daar naartoe. Dus ook al organiseren wij het festival niet, zij gaan automatisch ook er naar vragen, want ja, ze weten al wat het kan brengen of wat het kan betekenen. Mm-hmm. Er zijn ook andere organisaties die bezig zijn met jongeren, want ze zien ook van nee, we kunnen niet wachten op de Suralco, die zijn er niet mm-hmm. meer. Dus we moeten dus nu anders omgaan met wat we hebben, we moeten dus nu anders gaan denken. Ja. Tot zover Watson Akobe van Stichting Kibi over het Mungo Festival dat op 22 september van start gaat.